Wij zijn Helene en Claudia. En Claudia is eigenlijk de grondlegger van Tayo. Er zit een bepaalde kwetsbaarheid in elke grootstad. In Gent, jammer genoeg ook. En wat wij willen doen, is eigenlijk die kwetsbaarheid omdraaien in perspectief. Ik kom op zaterdag soms vroeger naar Tayo, omdat ik dan bij iemand klarinet leer spelen. Ik heb daarvoor nog nooit een instrument leren spelen. Ik heb mijn eigen klarinet voor thuis nog steeds op te oefenen. Tayo is er eigenlijk voor alle jongeren. We geven voorrang aan zij die het hardst nodig hebben. En heel concreet, de jongeren engageren zich voor een driejarig traject. Dus ze komen elke zaterdag voor 3 jaar lang naar Tayo. En wij organiseren eigenlijk ervaringsgerichte ateliers voor hen. En wij willen eigenlijk aan deze groep jongeren vooral toekomstperspectief geven. En vooral zorgen dat ze autonoom in het leven kunnen staan. Er is een grote toekomst weggelegd. Want dat zijn kinderen die anders in het gewoon onderwijs uit de boot vallen. En daar zit een talent tussen. En als je die kinderen een talent kunt iets geven en kunt een klein beetje moed geven, dat kan een klik geven voor de rest van hun dagen. En op die manier geraken ze vooruit. Ik vind dat andere kinderen ook naar Tayo moeten komen, omdat het is heel leuk en je leert allemaal nieuwe dingen die je daarvoor nog niet had geleerd. Denk na van wat is je passie, wat is de essentie van je passie en kom dat delen met ons jongeren. Wij kunnen elke passie delen met ons jongeren. We zijn creatief genoeg, dat lukt. Kom dat gewoon doen, kom dat ervaren en dat is zo'n mooi geschenk voor de jongeren, maar ook voor jezelf. Omdat je terugkeert naar wat maakt mij nu eigenlijk zelf gelukkig.